Oké, nou hij is ook al genoemd, de penetratieproblematiek. Ik heb wat plaatjes, hè, dus bijna de afgelopen 4 jaar heb ik mij deels bezig gehouden met windturbines op dijken. Nou, bijna alles wat je kunt bedenken is al een keer gebeurd met een windturbine aan calamiteiten. Dus ze vallen ook gewoon om, gronden zwaaien eraf, wieken waaien eraf. De vraag die speelt, is het een risico voor een dijk? Deltares is samen met een aantal universiteiten bezig om Anura 3D te ontwikkelen. Daarmee kunnen we gewoon projectielen die op de grond vallen met een soort eindige elementenmethode, zeg maar, gewoon doorrekenen. Grote vervormingen kunnen erin, vreemde materiaalmodellen, dus we kunnen het uitrekenen. Wat in mijn beleving de grootste kennisvraag is, is van ja, kun je die modellen kalibreren en kun je laten zien hoe diep ze erin komen of niet? Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant is, ik ben weer te dynamisch, de Chinook om gaten te dichten. Dat is volgens mij een verhaal wat hierbij aansluit. Hè? De noodsluitingen. De compartimentering ook. Hè? Dus dat is de ene kant van het verhaal. Je kunt het dichtmaken. Je kunt ook nog denken aan gaten maken in noodsituaties. Ik denk dat niemand zo snel dat kan doen als onze defensie. Die zouden heel gespecialiseerd moeten zijn, waar die tegengewerkt worden door de vijand. Maar in noodsituaties, als je ergens een polder moet laten inunderen in noodgevallen, dan kunnen ze er heel snel bij zijn. Hoe ga je dat doen? Hoe efficiënt is dat? Wat zijn de gevolgen? Dat is een ander komend verhaal. Ideeën, welke kennis, wat ontbreekt er nog om dit onderzoek te gaan doen en die penetratie goed te... We kijken allemaal naar de grote dingen met de relatief. Ze zijn wel groot en zwaar en over een groot oppervlak. Maar als je kijkt als er ijsafzetting op de roodopbladen zit en dat wordt in de rond geslingerd, zeg maar. Ja, dan komt een compact kuub ijs, zeg maar, gewoon met een rotgang van die wieken af. Die heeft een heel klein contactoppervlak en die gaat echt serieus diep erin. Zelfs extreme neerslag krijg je bijzondere concentraties. Ja. Die dingen zijn groter in die molens, worden steeds groter. En dat zou je ook kunnen simuleren met militaire middelen. Dan zou je naar beneden moeten kunnen schieten. Want dat gaat waarschijnlijk het probleem is dat die wieken zo hard draaien. Die gaan met een paar honderd meter per seconde draaien. Dus als dat wel afschiet naar beneden, dan heb je wel een probleem inderdaad. Nooit geweten. Ik moet zeggen, ik ken iemand die heeft onderzoek gedaan in de buurt van windmolen. Er zijn waar dagen bij, dan durfde ik niet eens daar in de buurt te komen. Dat is gewoon het ijzeren bol. Oké. Landen kunnen daar betere voorbeelden van zien. Dat hebben ze meer sneeuw en ijs. Dat is in de Als in Nederland. Algemeen in die landen zit ook meer steen. Maar die klonten komen nog steeds omlaag. Ja. Ja. En we krijgen steeds meer windturbines dichtbij, hè, want we willen al met van die dingen. En we zetten ze voor de dijk, zodat we zeker weten dat alles op bij de dijk vallen. Misschien toch wel iets om over na te denken. Dan kan de schop beter, want het alles neemt toch. Wat zou er nu beleven moeten gebeuren om daar... Net werd gevraagd, u dacht ik. Hoe serieus is het probleem? Ja. Ik weet niet wat een Chinook kan tillen, maar volgens mij is het al meer dan een Big Mac. We hebben afsluitingen gedaan op die manier. Dus er moet ergens een oplossing zijn. We hebben ervaringen mee. Met Chinooks? Met vanaf boven dichten van gaten met grote blokken. Van een brug af? Denk eventjes aan de Oosterschelde, niet aan de Oosterscheldewerk, maar wel aan de Deltawerk. Waar we ook delen van stroomgaten op die manier hebben gedicht.
gondel weegt ongeveer 200 ton. Hè? Een gondel? Een gondel kan 200 ton wegen. Ja. Dus om even in te nemen. Ja. Maar wel met gelijke waterstand aan twee kanten. Ja. Wat kan een Chinook tillen weten? Drie van die grote jongens. Nee, Chinook experts niet aanwezig. Okay. Nou, maar bij die oefening Deining en Doorbraak hingen er drie aan. Ja. En dan kunnen ze dus vier hebben, maar dan. Het worden van 8 of 10 ton, maar dan zul je toch een beetje naar schaal toe moeten. Ja, dat we met een model kunnen gaan vergroten. Als in Duitsland deden, was wel mooi. De eerste paar bigbacks die erin gooien, die vloept alle kanten op. Maar ze moesten daar een kunstwerk wouden dan blokkeren. En het laatste deden ze de oranje flesjes aan de bigbacks. En dan kon ze precies zien van oké, waar komt die nou uit? De flesje bleef dan boven drijven. En op een gegeven moment wisselt het van oké, 20 meter die kant op en 13 meter die kant op, en dan komt hij aardig in de buurt van de kunstwerk. Ja. Op zich werkte dat best wel, want je zag daar wel op een gegeven moment spullen opstapelen. Dus. Ja, het is wel mooi om een keer te oefenen, denk ik. Ja, dat is typisch wat je moet oefenen. Ja. Maar hoe reëel is het om die oefening of zoiets met de windmolen te kunnen doen? Er werd net de container geroepen, ik vraag me af of ik die op gewicht inderdaad de lucht in krijg. Maar buitenom die container. In Thailand hebben ze die noodsluiting uiteindelijk gedaan met gabions, met stenen, zodat er ook stroom in doorheen komt. Ja, en met bamboe stokken. En bamboe stokken. En dat werkte wel. Ja. Maar het gaat met een gigantische kracht. Ik weet van de centmast in Smilde die afgebrand is hier. Ja. Daar zijn stukken waar zo diep de grond heen gaat dat ze in de grond hebben laten zitten. Nou zit het natuurlijk wel zachte bodem. Maar, dat brengt heel diep. Het zal een dijk niet in minder zijn. Nee. Nou, zo heb ik ook wel een voorbeeld in de Waddenzee inderdaad. Heel af en toe komt er wel eens een F-16 naar beneden als het niet goed gaat. Dan moeten ze inderdaad op 15 meter diepte of zo, moeten ze die motor nog vandaan pulken. Dus, komt van op, wordt dat ook. Ja, zal ik hem